Welkom bij mijn eerste avontuur uit 2020. In de afgelopen jaren heb ik honderden verlaten locaties bezocht. Oude ziekenhuizen, kastelen, achtergelaten villa's, complete resorts, noem het maar op. Wat mij altijd verbaast is de enorme waarde aan achtergelaten spullen waar niets meer mee wordt gedaan. Compleet ingerichte verlaten hotels met honderden bedden, terwijl er ondertussen genoeg mensen zonder slaapplek rondlopen. Als ik de waarde van de spullen die ik in de afgelopen jaren ben tegengekomen in verlaten locaties zou optellen, kom ik zeker uit over de paar miljoen. Enorm zonde natuurlijk, zeker als je bedenkt dat al deze spullen nog bruikbaar zijn. Vandaag kreeg ik een coördinaat opgestuurd. Op dit adres zou een fabriek moeten liggen waar ergens, diep, achter in de voorraadruimtes nog duizenden sokken en pasbenen zouden liggen. En het ergste is dat deze fabriek al meer dan 10 jaar lang verlaten is. Duizenden kledingartikelen waar niets mee wordt gedaan. Dames en heren, we zijn er. Leg Factory. Shit, geloof ik, dit is het al, hè? Dit is het, man. Holy moly, kijk eens. Dit is groot. Yo, dit is dus de Leg Factory. Oftewel de pasbenenfabriek, die worden hier gemaakt. En sokken, die werden hier ook gemaakt. Maar bro, gast, dit is groot hoor. Er schijnen hier dus gewoon nog tering veel van die pasbenen nog binnen te liggen. En enorm veel sokken, toch? Ja. Wat was nou echt 6000 sokken of zoiets? Ja, zoiets ik heb wel iets gehoord over inderdaad. Nou, in ieder geval echt belachelijk veel spul wat hier nog schijnt binnen te liggen. Dus dat gaan we natuurlijk checken, want het is al 10 jaar lang leeg, dus niemand snapt waarom dit hier allemaal nog zo in ligt. Mijn naam is Govert Zweep, ik ben 21 jaar oud en ik hou van avontuur. In deze serie neem ik jou mee naar de meest indrukwekkende verlaten locaties over de hele wereld. Het binnentreden is niet altijd even makkelijk. En tijdens mijn zoektocht naar oude overblijfselen gebeuren er de spannendste dingen. Je kijkt naar verboden toegang. Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Verboden Toegang. Ik sta best wel hard dit te presenteren. Moet ik eigenlijk niet doen, want op dit moment sta ik voor een verlaten fabriek. En niet zomaar een verlaten fabriek. In deze verlaten fabriek achter mij werden pasbenen gemaakt voor winkels. Voor de in de etalages. En daarnaast werden er ook tientallen duizenden, als het niet honderdduizenden sokken zijn die hier zijn gemaakt. Maar het ding met deze fabriek is dat het al 10 jaar leeg is en dat het schijnt, tenminste dat zijn de verhalen, dat het dus blijkbaar in deze voorraadkasten nog vol ligt met die sokken en die pasbenen. Die zijn nooit verkocht, daar liggen gewoon blijkbaar nog duizenden van hier binnen. Dat is natuurlijk super gek, want deze locatie is al 10 jaar lang leeg, maar wij gaan erachter komen in deze video of dat ook zo is en of wij het natuurlijk mooi op beeld kunnen krijgen. Dus ik zeg, ga met ons mee op avontuur, het wordt super spannend, want we staan midden in de woonwijk. Ik zie daar al auto. Ja, er staat een auto geparkeerd inderdaad. Zie je dat? Hij heeft ook zijn knipperlicht. Oh, het licht gaat eraan. Gaat het licht aan. Ja. Maar we moeten hier ook niet te lang staan, man. Want mensen zien ons. We moeten gauw... Sowieso de auto even verplaatsen en misschien even sowieso een half uurtje wachten of zo. Ja, er is ingang. Blijkbaar ergens een achteruit ingang waarbij je gewoon simpel door het raampje kan klimmen. Via een klein raampje aan de achterkant klommen we naar binnen. Oké, holy shit, mensen. We zijn binnen. En mensen. Oké, we moeten echt heel stil zijn. Maar hier vinden we allemaal de voorraadkasten. Zoals jullie zien. Waarschijnlijk alle facturen en rekeningen en zo. Maar we gaan door naar binnen toe. Oh mijn god, kijk eens even mensen. Gigantisch hal met allemaal voorraadkasten. Van rechts naar links. Allemaal papieren bakken. Moet je eens even kijken. Dat is een paspoppenfabriek. Hier maakten ze dus de paspoppen voor etalages van winkels die bijvoorbeeld kleding verkochten. Ja, waarschijnlijk hier in deze voorraadkast sloegen ze alle facturen op of alle gegevens, alle documenten. We zijn binnen. Oké, we zijn binnen. Dit is echt gigantisch spannend. Ja, want overal zijn ramen in dit gebouw. Ja. Iedereen van alle kanten wonen mensen. Zeker. Het is überhaupt een wonder dat we na een half uur door de bosjes lopen nog niet zijn gekomen. Ik hoor zoveel geluiden, man. Luister, het kan goed dat mensen ons al flink gehoord hebben. Ja. En komen hebben, maakt echt lawaai. Dat ja, zeker. Dus we stonden namelijk op allemaal glas en dat maakte vet veel herrie. Ja. Laten we
werknemers waren hier bezig om alle documenten op orde te krijgen. En die liepen hier dan in deze hal. Maar we moeten echt doorgaan. Die pasbenen checken. En dan weer snel eruit. Kijk, zelfs nog allemaal oude computers liggen hier gewoon. Holy shit. Oude muizen. Een oude telefoon. Zo'n kalender, ja. Ja, 2009. Ja, dan weet je dus dat het zo oud was. Als dit de laatste kalender is die hier nog hangt. In 2012 hangen ze geen kalender van 2009 op. Dus waarschijnlijk is het in 2009 gesloten. 10 jaar staat het al leeg. Kijk eens hier, gigantische liften waarmee al deze dozen met allerlei voorraad van verdiepingen kon switchen. Maar we moeten echt naar die paspoppen toe, want daarvoor zijn we hier. Die moeten we vinden. Holy shit. We zijn weer in een tering grote ruimte terechtgekomen. Maar kijk, hier vinden we al een machine die waarschijnlijk al die dozen inpakte. Moet je eens kijken, waarschijnlijk al die voeten en die lichaamstukken die ze maakten. Die gingen dan waarschijnlijk in deze dozen. En deze machine is volgens mij een inpakmachine. Die pakt die dozen zo netjes in, zie je? Zo, moet je eens kijken, joh. Dit zijn alle geldkluizen voor al het geld wat ze waarschijnlijk verdienden. Of alle dure spullen die ze hier gewoon in cash hadden liggen. Moet je eens kijken, gigantisch dikke kluizen. Holy shit. Ja, deze kunnen helaas niet meer open. Maar bij deze zie je al wat voor dikke kluis het is. En die is nog veel lijper. En toen vonden we de ingang naar de kelder. We gaan hier naar de kelder toe van deze fabriek. Kijk wat we hier aantreffen. Ik vind het altijd wel heel spannend, moet ik zeggen. Ze maakten hier dus ook sokken. Los van dat het dus een paspoppenfabriek was, maakten ze hier ook sokken. Ze verkochten ook sokken. En dit zijn gewoon nog allemaal witte sokken. Moet je zien, een hele doos vol. Met allemaal goede witte sokken. Maar er ligt de hele doos gewoon nog van vol. Dat is eigenlijk hartstikke zonde, hè. Dat het gewoon hier verstoft en nooit meer gebruikt wordt. En niet alleen deze doos. Maar ook hier. In al deze andere dozen liggen allemaal gewoon nog fucking veel sokken. Kijk eens, op dit soort dingen zetten ze in de winkel vaak van die hakschoenen. Die zetten ze dan erop. Dus dit waren allemaal dingen die ze maakten voor winkels. Kledingwinkels voornamelijk. Sokken, paspoppen, maar dus ook van zulke schoenhouders. Kijk eens. Ja. Gast, bingo. We zijn er, vriend. Heel nice. De eerste pasbenen hebben we gevonden. Dit is dik. Kijk eens even. Allemaal shit hier. Maar gewoon dozen vol met paspoppen. En toen ineens zagen we ze. De pasbenen waar we al de hele tijd naar op zoek naar waren, lagen daar in de dozen. Best wel eng om aan te treffen. In een fabriek die al meer dan 10 jaar lang leeg staat. Oh, yo. En dan dacht je dat het klaar was. Maar hier vinden we weer fucking veel dozen. Vol met van zulke pasbenen. Kijk eens even. Kijk eens even. Ik zweer het je, dit ziet er zo creepy uit. In een of andere enge spookfabriek waar 10 jaar geen werknemer mee heeft gelopen. Het ligt hier stil, het is duister, het is donker. Ze zitten in de middle of nowhere van Frankrijk. In Nederland. Ze hebben hier dan een sokken- en paspoppenfabriek. Die laten ze ook 10 jaar lang hier liggen. Ja, al die dat benen. Vind ik gek, weet je hoe zonde dat is? Ja, ja zonde allemaal, ook. Ja, we zitten allemaal over het milieu te zeuren, maar dit is allemaal plastic, hè. Ja. Hier ligt gewoon tientallen grammen, kilo's ja, aan plastic. Hier ligt dan in de zee? Ja, nee, dat zeker, ja. Maar het is wel allemaal geproduceerd en er wordt gewoon niks mee gedaan. Ja, ik moet hier wel even een sfeerbeeldje van maken. Het is, ik vind het wel zonde dat dit niet gewoon op een marktplaats of naar een kringloopwinkel wordt gebracht. Want het ligt hier maar gewoon te verstoffen. Kijk, en ook hier liggen allemaal bordjes en bestek. Helemaal in het plastic, klaar om verkocht te worden. Hier dan natuurlijk die pasbenen die we al hebben gezien.
Maar ligt hier overal gewoon nog spul wat ooit gemaakt heeft, wat geld heeft gekost en waar niemand meer naar omkijkt en waar niks meer wordt gedaan. Terwijl genoeg winkels hier natuurlijk super blij mee zouden zijn als mooie opstart. Kijk, en hier ook weer allemaal pasbenen in het doorzichtig. Moet je zien. Kijk eens. Die heb je dus ook blijkbaar. Dus ook in al deze dozen zitten gewoon allemaal sokken. Te bizar. Te bizar voor woorden. We lopen even hierheen. Dit zijn gewoon nog allemaal losse dozen die nog niet gebruikt zijn. Maar als we hier dan weer doorlopen. Check dit. Ja. Is toch gewoon een fucking bekende kleding? Timberland, ja, dat is zeker. Dat zijn bekende schoenen. Ja. Dat zijn bekende. Dit is ook gewoon echt leren. Want ze ja, maar misschien maakten ze wel de sokken voor dat merk of zo. Ja. Die van ja, Timberland, dat zijn volgens mij. Besef. Weer. Het gaat maar door. Ontelbaar veel dozen vol met sokken. Allemaal weggegooid geld. Allemaal weggegooid geld. Allemaal sokken. Kijk eens even. En zo gaat het dus in deze hele zaal door. Allemaal weggegooid geld. Allemaal dozen. Vol met paspoppen. Sokken. Dingen die goed kunnen worden gebruikt. Dit is echt zo'n bedrijf wat gewoon failliet is gegaan. En van de een op de andere dag gewoon heeft gezegd van nou, laat maar liggen. Ja, gewoon een te rijke baas waarschijnlijk. Die dacht het zal wel. Ja, zo gaat het met faillissement. Hè. Laten ze gewoon liggen hier. Als ik hier rondloop moet ik zeggen dat ik echt wel even stilsta van hoeveel er wordt weggegooid in de wereld. Ik weet het altijd met de restaurants, zeker met van die all you can eat restaurants, maar ook gewoon andere restaurants, ook Albert Heijn, zoals daar de croissantjes nog liggen en zo. Alles wordt weggegooid en dat vind ik met eten altijd al vet zonde. Maar ja, tuurlijk gebeurt het ook met andere spullen, maar als je dat dan nu met eigen ogen ziet, hoeveel shit er wordt gemaakt, waar andere mensen in andere landen nog echt veel aan zouden hebben, waar ze echt veel dagen voor knokken om een keer een sok te kopen. En dan zie je hier gewoon echt tientallen duizenden van die dingen gloednieuw liggen. Al 10 jaar in de stof, wordt niks meegedaan. Gewoon puur omdat er te laks. Nou, het is gewoon echt een heel lakse houding natuurlijk als baas. Als je failliet gaat of met je bedrijf stopt om dan te denken, alles wat nog in mijn voorraad lag, dat laat ik liggen. Het is natuurlijk ja, weinig moeite om dan bijvoorbeeld even naar de kringloopwinkel te gaan en het daar te schenken. Dat zou ik doen. Laat even in de reacties weten, want dan ben ik erg benieuwd naar wat jij ervan vindt dat er zoveel spullen hier nog liggen waar niks mee wordt gedaan. Ik vind het wel echt zonde. Graag hoor ik wat jullie hiervan vinden. Er liggen hier tientallen duizenden euro's aan sokken en pasbenen in deze kelder. Na 10 jaar lang is er nog steeds niks mee gebeurd en waarschijnlijk blijft het in de toekomst ook gewoon hier liggen. Laat in de comments weten wat jij hiervan vindt en wat je hier aan zou willen doen. Dit was het voor deze week. In 2020 komen er weer een heleboel nieuwe series die nog veel vetter zijn dan vorig jaar. Dus abonneer je op dit kanaal en mis helemaal niks. Tot het volgende avontuur. We'll be right back.